Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is bezig met de implementatie van beleidsvoorstellen in de kleinschalige goudsector. Minister David Abiyamofo zegt dat er nog steeds sprake is van een chaotische situatie in de kleinschalige goudsector. De beleidsvoorstellen die in commissieverband zijn vastgesteld, moeten volgens hem ordening brengen. Het ministerie zal binnenkort starten met het registreren van iedereen in deze sector. Enkele dagen beginnen we met een registratie. Ja, registratie van alles en iedereen die actief is in de goudsector. Daarvoor zijn de nodige voorbereidingen getroffen. En dat moet uiteindelijk ertoe leiden dat we gaan innen. Ja, maakt niet uit hoe, maar zodra je goud haalt uit de grond, uit de Surinaamse bodem, zal je een deel van de inkomsten moeten storten in staatskas. Daarmee zijn we bezig. De wetgevingsproducten worden heel binnenkort goedgekeurd. U zegt na enkele dagen, kunt u misschien exact aangeven wanneer precies? Nee, ik ga nooit exact aangeven wanneer. En dan heb je dan weer een punt om mij dan daarmee vast te pinnen. En dat gaan we niet doen. Maar heel binnenkort, we werken serieus ernaar. Dat is een duidelijke instructie van de president en de vicepresident. En we gaan ons best doen om het heel binnenkort te implementeren. De minister heeft hierover eerder deze week ook een gesprek gehad met de Stichting Mijnbouwhouders. Hij wil bij dit proces zoveel als mogelijk de belanghebbenden in de sector betrekken.